Vorige week was het de beurt aan rechtsback Stanislav Manolev om zijn voorspelling van de 9 Eredivisiewedstrijden te doen. What do you think? Everything. Everything is alright? Ja. Yeah. Stanislav Manolev, the new number one? Ik hoop zo. Hij hoopte het inderdaad en hij kwam, eerlijk is eerlijk, dicht in de buurt. Hij voorspelde 6 wedstrijden goed. Maar dat is 1 te weinig om Erik Pieters van de koppositie in het algemeen klassement af te stoten. Die leidt namelijk nog steeds met 7 goede voorspellingen. Dit keer is het de beurt aan Stefano Marzo. Welkom bij de voorspelling. 9 wedstrijden uit de Nederlandse Eredivisie. Daar heb jij nog niet gespeeld, maar hik je er een beetje tegenaan? Ja, ik weet niet. Je hebt een paar keer meegetraind. Ik heb een paar keer meegetraind. Tegen mijn fiek op de bank gezeten. Dus ja, alles op zijn tijd. Het is rustig aan, dus het komt vanzelf wel. Goed zo, laten we gaan kijken naar de eerste wedstrijd van het weekend. Die is vrijdagavond. ADO tegen FC Twente. Een 1, een 2 of een 3? Ik denk een gelijk spelletje. ADO thuis, toch moeilijk voor Twente, denk ik. En goed voor PSV in dat geval. Ja. Willem 2 AZ. Ja, Willem 2 zie ik niet meer zo zitten. Dus dat wordt een 2. Dus het doek valt in Tilburg. Ja, ik vrees van wel. Heracles, de Graafschap. Ja, Heracles. Sterk thuis. Het is een 1. Roda, NAC. Ja, NAC. Uit. Niet zo. Nu laat je Roda winnen. Ja, dus NAC uit is niet zo, okay. Niet zo best. Venlo, Heerenveen. Ga voor Heerenveen. Die willen nog naar de play-offs. Ja. Ajax, Excelsior. Ja. Een drietje. Ja, voor PSV gunstig, dus Utrecht, Vitesse. Ja, allebei iets minder bezig, dus ook een 3. En dan ja, het is niet moeilijk, hè? Een 2. En tot slot de laatste, Groningen, NEC. Ja, ook een 3'tje. En hier nog maar een keer in het overzicht, de keuzes van Stefano Marzo. FC Twente en Ajax verliezen dus punten en PSV wint in de Kuip. Zo wil Stefano Marzo de koppositie van Erik Pieters overnemen. Ik hoop dat ik boven die 7 van Erik kan komen. Nou, we zullen wel zien. Wil je nog iets veranderen? Nee, zo is het goed. Ja. En zo haal je er meer dan 7? Ja, dan worden er 8, hè. Dat is voldoende dan? Ja.